De nieuwsflits, goedenavond. Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië, is zo goed als in handen van de rebellen. De opstandelingen openden vanochtend de aanval op de stad en namen haar rond 12 uur in. U ziet nu de eerste beelden van de strijd in de Ethiopische hoofdstad. Hoewel de opstandelingen een groot deel van de stad in één klap veroverden, werd op enkele plaatsen door regeringsgezinde troepen fel verzet geboden. De vuurhaard op de achtergrond is een munitiedepot dat door tankvuur van het verzet vol werd geraakt. In het late nieuws meer beelden uit Addis Ababa. President Bush voorspelt dat er op korte termijn een topontmoeting komt tussen hem en president Gorbachev. Amerika en de Sovjet-Unie hebben hun geschillen over een conventioneel wapenakkoord nu zo ver weggewerkt dat de top in Moskou door kan gaan. Oorspronkelijk zou de ontmoeting al in februari plaatsvinden. De Verenigde Naties hebben Nederland gevraagd opnieuw militairen ter beschikking te stellen voor Noord-Irak. De nieuwe manschappen zouden onder VN-vlag politietaken moeten gaan uitvoeren. Er gaan in elk geval geen gewone politiemensen naar Irak. Minister Terbeek heeft dat alles vanavond in Brussel gezegd. Tot zover deze nieuwsflits. Het late nieuws begint om 1 minuut voor 12. Graag tot dan. Goedenavond. Brink Stelten, de 64.000 gulden vraag. Straks bij RTL 4. Doe ook mee met de Gouden Gids Telequiz. Kijk volgende week vrijdag en let op het reclameblok na goede tijden slechte tijden. En win een draadloze telefoon van 1300 gulden. Zijn. Nog een keer? Nou. Wie is dit? Wat moet dat? Ik weet het. Nou? Zo fris en zo zacht. Dat is Sylvia. Hoe weet je dat nou? Gewoon. Omdat ze Silaan gebruikt. Oh. Streelzacht en heerlijk fris. Silaan herken je met je ogen dicht. Filmnet, haal nu de bioscoop in huis. Ga naar uw dealer of bel 06-8350. Junior, you did it. Blue Ridge Denim, nu bij Hei. Als je het natuurlijk mineraalwater van Spa drinkt, drink je zuiver water. Spa, gezond voor lichaam en geest. Stel, een Weense bakker stapt uit dit pak van varen en begint te vertellen.
Wissens, wir Wiener Bäcker. Hij vertelt over fanfaren, knapperige wafelrolletjes die geheel volgens Weense traditie gebakken worden. Gevuld met heerlijke crèmes en fijne melkchocolade. In drie verrassende smaken. Nieuw. Fanfare. Een stukje Weense traditie. Tja, er zijn katten die doen alles om aan hun lievelingsmaal te komen. Je hebt katten die zelf op zoek gaan. Die de bloemen onder handen nemen. Of met hardere maatregelen dreigen. Je hebt ook katten die kijken of je er 's ochtends al voor te porren bent. En die je 's avonds je rust niet gunnen. Of die storen in een goed gesprek. En katten die er urenlang op willen wachten. Maar een slimme kat vraagt gewoon wat hij wil. Miauw. Miauw. Uw kat vraagt er zelf om. Tja, want miauw is het lekkere kattenvoedsel zonder kleurstoffen en conserveringsmiddelen. Andy is vernieuwd. Andy reinigt met de natuurlijke kracht van zuivere soda. Ja, je merkt het. Het hele huis wordt nu nog makkelijker schoon dankzij vernieuwde Andy met soda. Andy, het hele huis frist ervan op.